Noord-Sierregatta, het zeilevenement van het jaar hier in Nederland, hè? Lol is er genoeg, soms is er stress, maar dat hoort denk ik bij elke sport. Het ging vandaag heel slecht. Beter dan gisteren. Helemaal perfect. Ietsje minder dan gisteren. Heel veel mooi weer. Ik vond de hagel wel fijn, morgens verfrissend. Regen. Zwaar but. Lekker veel wind. Het ging fantastisch. Onder de maat. Ja, een beetje teleurstellend eigenlijk. En gezelligheid. Heel erg goed. Dramatisch. Vanmorgen was het natuurlijk een drama. Maar smiddag was het prima. Vanmiddag was het toch wel wat lekkerder. Ja, zijn we wel tevreden. We hebben lol, we hebben mooi weer. Dus ja, wat wil je nog meer? Pinkster is het in Scheveningen altijd gezellig en druk. Niet alleen op het strand, maar ook op zee vanwege het grootste zeilevenement van de Nederlandse kust, de North Sea Regatta. Ja, we zijn een boot aan het opschuren, die moet zo glad mogelijk zijn. Ja, elke tiende van de knoop telt, dus ja, zo glad mogelijk gaat hij harder. Zo'n 3000 zeilers verdeeld over 22 verschillende type boten van heel klein tot heel groot strijden dit weekend voor een winnende plek op het podium. Er zijn 5 wedstrijdbanen die vanaf het strand van Hoek van Holland tot aan Wassenaar voor de toeschouwers zijn te bewonderen. Een kleurrijk en vooral spectaculair plaatje. Twee weken voordat het North Sea Regatta evenement begint, is er de aftrap met de traditionele vuurschepenrace. Een tocht van 110 zeemijl naar het Engelse plaatsje Harwich. We zijn een team van familie en wat vrienden. En, ja, we hebben dit gebruikt als kwalificatie voor de Fastnet. Ik heb normaal gesproken een vaste groep, maar we zijn nu een beetje gehandicapt. Dus ik heb een aantal andere mensen erbij. Twee vreemden tussen aanhalingstekens. Maar wij zijn zulke makkelijke mensen. Dus dat moet altijd wel gaan. Met 64 boten zo snel mogelijk naar de overkant. En hier doen de echte diehards aan mee. Ja, wij zijn met een sterke boot. Ja, dit is onze boot. De Joris K en we varen in de OSC 2-klasse met 7 man, dus we hebben er onwijs veel zin in. Lekker weer, ja, en wat wil je nog meer? Ja, Mars for Justice is een stichting die zich inzet voor doelen zoals schoon water. Dat is een belangrijk aspect van ons, maar ook voor militairen die gewond zijn in landen. Dat soort doelstellingen heeft de Mars for Justice en daar halen we geld voor op. Ja, de grote animator daarachter is Gert-Jan Knoops. En dat is degene die eigenlijk daarmee begonnen is met zijn vrouw. En we zijn er nu ongeveer een jaar mee bezig om fondsen aan te trekken voor het goede doel. En onze tactiek is hard zeilen en als eerste aankomen. Zou je mee willen tijnen naar de overkant? Nee, ze wil nog niet. Nee, misschien over een jaar of 10 dat ze dan aan boord gaat. Team De Gouden Ruiter bereikte na 22 uur en 18 minuten de eindstreep in Engeland. Ja, het was een tactische wedstrijd is het geworden met ultralicht weer. We hebben midden op zee wat rondgedreven. En uiteindelijk een mooie inhaalslag kunnen maken met een enorm goed resultaat. We zijn er erg blij mee. Ik vind dit eigenlijk de belangrijkste eerste wedstrijd van Nederland die we hebben. En we focussen ons daar ook altijd heel erg op. Hoe is het om slags te varen? Het is altijd heel mooi. Je hebt geen last van strooilicht op zee. Dus de sterren kan je bijna aanraken. Het is allemaal glashelder daar. En altijd genieten. Tussendoor wel even slapen? Nou, dus. Nee hoor. De adrenaline zorgt ervoor dat iedereen scherp en wakker blijft. In de haven maken een flink aantal zeilteams zich klaar om uit te varen. Wat wordt het vandaag? Goed zeilweer. Ik denk dat er wel een windje komt.
Ik denk dat over een half uurtje al gaan varen. Ja, ik hoop ook wel dat er iets meer wind komt, want natuurlijk met de stroom, als er dan te weinig wind staat, dan gaat het niet zo makkelijk. Maar het waait nu niet zo hard, dus ik hoop dat ik het nu wel kan. Want ik ben met de harde wind wat minder goed. Dus we gaan het wel zien. Bij de startlijn is het altijd wel erg druk. Hoe doe je dat? Ja, heel hard schreeuwen. Ja, hoe kan ik dat netjes zeggen? Nou, oprotten gewoon. Hoop je dat ze weggaan. Goed opletten dat je ruimte hebt om je heen en dat er niemand in die ruimte gaat varen. Jij is aan het uitleggen over de stroming hier. Wat wordt de stroming? Nou, dat ligt aan hoe laat het is. Nou, de stroming staat nu bijna tegen de wind in. Weer met de wind mee, heel goed. Ja, dat bedoel ik. Omdat de wind nu daar vandaan komt en de stroom komt zeg maar zo, dan, en hier is het strand. En dan wil je zeg maar zo weinig mogelijk stroom van tegen hebben. Nee, dus dan ga je... Het water stroomt minder hard. Dus dan moet je dus naar het strand toe. Als je stroom van tegen hebt in het kruisgat. Gaan doen? Nou, we proberen zoveel mogelijk gewicht van boord te halen, want het wordt licht weer. Ja, verder de laatste dingen nalopen, dat er niks stuk gaat onderweg. Een mast erop zetten, te water. En dan alles inspannen. Gereed maken om te kunnen zeilen. Kijken we welke zeilen we naar buiten gaan, tactische plan doorspreken, situatie buiten zo meteen gaan bekijken. Even een paar oefenslagen maken op zee. En dan gaan we naar de start en dan gaan we beginnen. In ieder geval vandaag een lichtweerwedstrijd, dus we moeten een zuinig varen, zoals het heet, niet te veel meters maken en kijken of we in de top mee kunnen blijven varen. Maar het is een ongelooflijk sterk veld, dus we krijgen een harde dobber aan. Vorig jaar hebben we gewonnen in de klasse, dus we hebben een titel te verdedigen. De zeilwedstrijd begint natuurlijk bij de start. De denkbeeldige startlijn ligt tussen de vlag op het startschip en de oranje boei een stuk verderop. Over deze startlijn vertrekken alle boten bij het startschot. De zeilwedstrijd begint natuurlijk al 10 minuten van tevoren, bij het eerste waarschuwingssignaal. De schepen draaien om elkaar heen en zijn steeds weer op zoek naar de meest gunstige startpositie. En dan is het een kwestie van aangegeven boeienronden. Na een aantal rondjes is er voor de meeste toeschouwers geen touw meer aan vast te knopen. Alles vaart door elkaar heen, moet elkaar voorrang geven of eist de voorrang op en bezorgt elkaar vuile wind of een penalty. Gelukkig hebben de zeilers het altijd wel goed in de gaten en weten precies waar ze hun tegenstanders kunnen vinden of lastigvallen. Het zeilwater voor Scheveningen op stroom is voor de kleine bootjes een aparte belevenis. Veel omslaan en weer recht trekken hoort er dan ook zeker bij. Er worden meerdere wedstrijden op een dag gevaren, waardoor het gezamenlijk resultaat straks het eindresultaat bepaalt. Zeilers zijn natuurlijk party animals puur sang. Weer of geen weer, voor een goede topartiest wil men best een buitje afwachten. Super, 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 super
de wekker ging. Ik hoef vooruit te slapen met mijn ding. En ik rook er. Op het feestterrein worden de topartiesten afgewisseld met een uitgebreid assortiment aan culinaire verrassingen. En als de sfeer er al behoorlijk in zit, is het tijd geworden voor de hoofdacts, Jovanka en Anouk. Laat je horen voor de one and only, Jovanka! Het weer is niet fantastisch, maar dat maakt voor de katamaranzeilers die zich voorbereiden op de wedstrijd eigenlijk niets uit. Wij zijn katamaranzeilen op de F20, dus een vrij grote boot. En de F18 doen ook mee. Dus het wordt een mooi spektakel. En het is een leuk veld, in de Formule 18. Een sterk veld zelfs ook. Dus, en we wachten op een goede wind, dus het zal wel lekker hard gaan. We waren op een hoop 16, dus we gaan zo het water op. En Formule 18 is een eenheidsklasse. Een eenheidsklasse wil zeggen dat het eigenlijk helemaal gefixt is. Het is eigenlijk een soort kubus waar de boot in moet passen. En de zeiloppervlakte en de bemanningsgewicht is ook gefixt. OB16 is eigenlijk al best wel een oude boot eigenlijk. En ja, het is gewoon een. Ik vaar samen met een meisje, dus het is echt een vrouwenbootje. En het is gewoon een, ja, een snelle bak. Ja. F20 is gewoon een grote boot, het gaat hard. En je hebt die gekromde zwaarde, wat vrij innovatief is. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich vandaag gaat uitpakken. Zo mooi is en katamaran zeilen. Het gaat hard en het is the battle against nature. En het is gewoon, ik bedoel, de adrenaline die door je heen giert op het moment dat je met 5 boten naar de bovenboord schiet en dan die spinhaker omhoog en dan downwindsrak naar beneden. Dat is het. Daarvoor kom je hier. Verder op zee, bij de andere wedstrijdbanen, wordt inmiddels lekker gezeild. Met ruim 500 boten is dit voor de toeschouwers op het strand van Scheveningen een prachtig en vooral kleurrijk schouwspel. Afgelopen dagen gegaan? Ja, heel goed. We hebben alle wedstrijden gewonnen, dus zijn we heel trots op. Dus bij de start altijd best wel dringen geblazen. Hoe doe je dat? Dan moet je eerst en vooral goed je voorrangsregels kennen. Dan moet je die voorrangsregels leren toepassen en uitbuiten. Dus op het moment dat je voorrang hebt, kan je de ander dwingen om weg te gaan. En dan is het een kwestie van de wind niet uit je zeilen te laten nemen. Dat wil zeggen, je moet eigenlijk ruimte creëren rond u. Zodanig dat je op het moment van de start met goede wind kan starten. Ja, het gaat redelijk goed. We hebben goede lange banen weer eerst neergezet. En nu met de korte baan proberen we elke dag beter te worden. En vandaag ging het al een stukje beter. Maar morgen gaan we voor de ultieme score. In ieder geval de top 4 varen minimaal, want overal willen we winnaar worden van de OC2-klasse en dat moet op die manier lukken.
zijn helemaal niet ontevreden. De uitslagen laten het vandaag niet echt zien. We zitten echt een beetje in de middenmoot van de IRC 1. Maar we zijn, ondanks dat we de boot nu zeg maar, vrij kort leren kennen, zijn we heel erg tevreden met de progressie die we boeken. Als team zijn we behoorlijk goed op elkaar ingespeeld. Alleen op de boot nog niet. De boot, ja, dat is net zoals een auto die je leert rijden. Je moet even weten waar de juiste standjes zitten voordat je het maximaal eruit kan halen. En daar leren we dus elke dag veel van. Dus elke dag gaan we weer een stukje harder. Nou, vandaag hadden we een geweldige aanvaring bak met stuurboord in het tweede rak naar de boventon. En de klap was enorm. Ik dacht dat de boot zou zinken. We lagen met z'n drieën in het water en de boot wordt door de wind heel snel weggezet. Je zwemt er niet meer naartoe en het is allemaal goed afgelopen. En ik vind dat de organisatie complimenten verdient. En in no time was er een rescue boat en die heeft me aan mijn benen bij wijze van spreken ondersteboven weer aan boord gehezen. Je verliest alle kracht uit je lijf. Johan, wat gebeurde er vandaag? Nou, we hebben lekker gevaren. Het was een mooi windje. En we zijn bij de bovenboei, zeg maar. En dan is de masttrekker is eigenlijk losgekomen, zeg maar. Ja, en dan trekt de boom van de spinhaken, die trekt gewoon de mast in tweeën. Ja, en dan is het einde verhaal, zeg maar. Wat trekt jou naar de Noordzeeregatten toe met een FD? We proberen met een aantal mensen in Nederland dat FD-zeil een beetje op de rit te houden, zeg maar. En dat lukt, hè. Er komen er steeds meer bij. Vandaag is er weer even eentje minder. Ja, dat ben ik. Dat is wel jammer. Slapen vanavond? Wat moet ik hierop zeggen? Je bent bij Rotterdam als de gast, dus dat zal er niet van komen. Ja, Wim. Ja, wat eten we vandaag? Je ziet het, er wordt heel overheerlijk barbecue met lekkere hamburgertjes, een varkenssateetje en een lekker visje. Dus dat gaat wel goed komen vandaag. Hoe ging het vandaag? Ja, redelijk. Had wel iets beter gekund, maar... Maar jullie zorgen goed voor jezelf, zo te zien. Hoort er ook bij, hè? Dat zijn de belangrijkste dingen. En hoe is de sfeer aan boord? Er is eten, er is drinken, er is gezelligheid. Ja, de resultaten zijn nog niet daar, maar dat mag de pret niet drukken. Wat voor boot varen jullie? Een Hot 35, dat is een Humphreys One design. Ja. En wat is zo mooi aan dat varen met die boot? Dat hij met licht weer erg snel is. Dus, en hij kan erg hoog varen, dus dat is ons geheime wapen. We gaan voor vlees, bier en saus. Meer kan ik niet aan ze verkopen. Die zorgt morgen voor het ontbijt. Het zal weer eieren bakken worden. Ook op zondag is voor de zeilers vermaak met de partyband Tof op het grote podium. Waren 22 verschillende klassen zeilboten mee, zoals ook de Swan 45 Class, een nieuwe luxe eenheidsklasse die pas een paar jaar meevaart. Ja, het was een spannende tocht. Het was veel wind, heftige starts, veel manoeuvres met bakboord, stuurboord, voorrangsituaties. Het was goed opletten, maar een hele mooie wedstrijd weer gevaren. De laatste wedstrijd zit erop. U mag zeer tevreden zijn? Ja, we zijn heel tevreden. Het was een fantastisch weekend en we hebben alleen maar een goede wedstrijd gehad. Dus een mooie starten ook. En het was echt een top evenement.
Ja, top. Het was wel echt een heel leuk evenement. Het weer was niet super, maar ook niet slecht. We hebben alle omstandigheden gehad. We hebben lichtweer gehad, 8 knopen, maar we hebben ook 20 knopen plus gehad. Ik moet zeggen dat het met name het team waar we van dit evenement mee gevaren hebben, gewoon heel goed klikt, allemaal gericht op competitie. Dus heel erg trots op mijn familie zo. Heel trots op ons team, ja. Gemotiveerde mensen, een goede ambiance, ook 's avonds in het appartement hier. En het was echt gezellig en leuk, geen stress, een goede ambiance. In de Son 45, ja, daar varen we tegen half professionele teams met een familieboot. En daar hebben wij het ook zwaar hoor. Net zoals dat in de IRC-veld andere boten het weer moeilijk met ons hebben. De spanning blijft nog heel eventjes, maar straks wel naar het podium, denk ik. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik geef het 50-50, dus we wachten even af. Eenheidsklasse is toch het mooiste varen. Tegen elkaar, gewoon wie het eerste wint, die heeft gewonnen. Geen handicapformule. Dus ja, dat is gewoon het leukst. En aan elk prachtig zeilweekend komt een eind. Wie kan de grote beker in ontvangst nemen? Frans Sluiters, de organisator van de Noordzee Regatta, reikt hem persoonlijk uit. Dit is een speciale prijs voor het team. Wel aan boord laten, jongens, want het is makkelijk voor de boodschappen. Zij krijgen deze waanzinnige vouwfiets aan. Dit was de Noordzee Regatta die de boeken ingaat waarschijnlijk als de regenachtigste. Ja, maar ja, het is natuurlijk een zeilevenement en we hebben de Noordzee Regatta gehad met wind. Iedere dag is er gevaar. Er zijn bij de zeilers heel veel positieve geluiden, omdat ze goed hebben kunnen zeilen, iedere dag. En dat beetje regen op zee is geen probleem. De meeste eerste plaatsen in IRC of ORC is het dit jaar. De Supertrophy gaat naar de vuurflits van het team Hennevanger en Ten Bokkel. Ja, dat is altijd deze dag. Dat is ook als ik de oude beelden terugkijk, dat ik zie hoe versleten we zijn en het voelt weer net zoals vroeger, we zijn kapot. Zeilen zit mij in het bloed. Er is ook eigenlijk geen enkel andere sport waar ik iets van bak, dus dat moet ik ook cultiveren. Don't see the God's time blue.